jullie kijken naar deze video. Vandaag hebben we een One Pan Show. Vandaag hebben we een recept speciaal voor geluide mensen. Want we hebben het gekregen van Jeroen Heintjens. Via WhatsApp. Voor mij ham. Ik ga salami ervan doen. Tomatensaus, speciaal voor pizza's. En natuurlijk raspte kaas. En de rest hebben we al thuis. Natuurlijk geen One Pan Show. Ik heb toch gezegd dat het voor luie mensen is? Mijn salami is gewoon een beefy worstje. Doe het wel, zonder roesje. Senne, je gaat een worstje snijden, geen varken. Dat hoeft maar door midden te zijn. Ja, dat is wel waar. Je smeert een beetje boter op het brood. Nu de boterhammen in de pan met de boterkant eronder. Nu gaan we een beetje pizzasaus erop doen. Nu gaan we beleggen. Nu gaan we het mooi met kaas bedekken. Nu gaan we het op een laag vuur bakken. Onze luiwammense pizza is klaar. Lady first. Oh. Kleine meisje. Ladies achter. Dat wordt smullen. Smakelijk eten. Lekker krokant. Het is mal. Net een echte pizza. Oei, we zijn het vergeten. Ja, we zijn het. Het smaakt niet meer als een biefje. Oh, het was heerlijk. Wat vond jij ervan, Senne? Heerlijk. Senne, ik heb echt nog veel honger. Ik heb ook weer veel honger. Dus vandaag geen één One Pan Show, maar twee One Pan Shows. En één One Pan Show. Oh. Oeh, wat ingewikkeld. We maken nog een nagerecht. Een dessert. Toetje. Er zijn geen andere woorden meer. Als nagerecht, dessert of toetje maken we Franse toastrolletjes. We snijden de korstjes van het brood. En nu gaan we iets heel speciaals doen. We gaan er choco op smeren. Woe! Ja, lekker Nutella. Nu maken we rolletjes van. Oh.
van een ei en 2 lepels melk. Twee eetlepels melk. We doen het zeker! Elk kaneel in de kom! Kom hier zitten in de dierentuin. Zou we niet eerst de kaneel challenge doen, Jan? Ja, de kameel challenge! 3, 2, 1. Bedankt voor het kijken, like, deel en abonneer en tot de volgende!